vanuit een snikheet IJsselstein, waar het Jera On Air op punt van beginnen staat. Het is donderdagmiddag en mijn naam is Wil Roeven, normaal radiopresentator bij Omroep Venlo van Zemayum, maar nu uw presentator bij Omroep Venray. Samen met Geert, cameraman hier tegenover mij, gaan we proberen de sfeer van Jera in je huiskamer te krijgen. Wij verheugen ons enorm op de komende 4 dagen hier op het terrein in IJsselstein. Het is de 30e editie en dat jubileum werd extra luister bijgezet dit voorjaar doordat ze het IJzeren Podiumdier wonnen. Prijs voor het beste festival wat uitgereikt wordt ieder jaar bij Eurosonic Noorderslag in Groningen. Wij verheugen ons vandaag zeker op Madball en later de legendarische rapper Ice-T met zijn bodycount die hier op het hoofdpodium zal staan. Dan nog punkrock uit hetzelfde Los Angeles van Bad Religion. En als toetje uit Duitsland metalcore van Electric Callboy. We gaan het super goed hebben met z'n allen. Pas een beetje op elkaar, doe lief tegen elkaar. En maak een godverdomme goed weekend van. School New York grimy shit. You know what I'm talking about? Caught you slipping. That's the spirit, yeah. That's the spirit. Thank you. Thank you. Nou, ik zei het vanmiddag al, een van de dingen waar we ons enorm op verheugden was Madball hier op Jera On Air. En die maakte het absoluut waar. Ik kom ja, niet echt uit de pit, maar daar ben ik iets te oud voor, maar wel bijna vooraan. Fantastisch, Madball uit New York. Ja, alsjeblieft. Ja. Wat zegt u? Ja. Ja, goed. Ja, ik zeg ook ja. Dat hij. Ik parle pas, ik ben Français en fait. Maar. Maar hij is ook bekend met zijn hardcore band Bodycount Ice-T, heel vanavond op Omroep Venray. We are Bodycount from Los Angeles, California.
Nou ja, dan is het ook vrij laat geworden hier op Jera On Air. Ja, uw presentator komt net uit de pit van Bodycount en Bad Religion. Die hoor je op de achtergrond nog. We sluiten hem af voor de donderdag en ja, morgen zijn we er weer. Ja, daar zitten we dan voor de tweede dag van Jera On Air 2024. Het is de bedoeling dat we straks een interviewtje gaan doen met Walter Hoeymakers. Oud-fanrijnaar en de man achter het Roodburn Festival, wat ieder jaar in Tilburg plaatsvindt. Een zeer prominent festival. En de winnaar van het vorige IJzeren Podiumdier. De prijs die Jera On Air dit jaar in de wacht sleepte. En natuurlijk een heleboel muziek weer. En wellicht dat ik bijstand krijg met presenteren, maar dat zie je wellicht later. En muziek uiteraard. Zometeen al Brutus uit België. Dat is een stevig ontbijt, dat kan ik alvast beloven. Dan straks nog Better Lovers met Greg Puciato van Dillinger Escape Plan. Daar verheug ik me persoonlijk ook heel erg op. En dan heel speciaal wat later vandaag, Sum 41. En die zijn aan hun allerlaatste tour bezig voordat ze met muzikaal pensioen gaan ofzo. En dan Hababi. Metalcore uit Japan, verheug ik me ook heel erg op. Ik vind het op plaat echt helemaal fantastisch, maar check het er zelf maar een keer uit. Show Me The Body nog, dat is hardcore met een prominente plek voor elektronica. Die komen uit New York en dan later op de avond gaan we kijken of Dropkick Murphys het feest van Electric Cowboy van de eerste dag kan overtreffen. Dat was absoluut een feest gisteravond hier in de grote tent van Jera On Air. Wij gaan naar Brutus kijken. Yeah.
alweer het einde van de tweede dag van Jera On Air. En ik zit hier met twee winnaars van IJzeren Podium Dier. Ja, dat klopt. Voor het beste festival. De vorige was voor jou, Walter. En die van dit jaar voor jullie. Ja. Ja, allebei eigenlijk afkomstig uit de gemeente Venray. Jij komt uit IJsselstein, woont hier nog altijd. Ja. Zeg maar, heel erg mooi om jullie hier samen te hebben. Ja, jullie zijn beide organisatoren of mede-organisatoren van festivals met heftige muziek of heavy music. Maar toch verschillend, denk ik, of niet? Ja, heel verschillend. Ja. Ja. Nou, waar zit dat verschil dan qua filosofie of qua keus voor artiesten? Roodburen zit wat meer aan de heavy avant-garde kant, maar ook aan de psychedelische kant. En ik loop hier voor het eerst rond en ik zie een waanzinnig festival waar alles wat ertoe doet in poppunk, hardcore en de nieuwe hardcore stromingen staat hier in IJsselstein, in de gemeente Venray. En dit is gewoon het epicentrum van deze muziek op dit moment. Dat vind ik fantastisch. Maar je kent het van tevoren wel, denk ik, of niet? Ja, ik ken het wel, maar ik was nog nooit geweest. En toen Sjoerd en Thijs namens Jera dit jaar het IJzeren Podium Dier voor beste festival in ontvangst mochten nemen, hebben we met een aantal mensen van Roodburen heel hard staan te juichen. Ja, wij gaan ook altijd graag naar Roodburen. Dus we vonden het super mooi dat Walter nou bij ons is. En het is inderdaad andere muziek. Maar ergens voelt het ook wel weer hetzelfde. We hebben allebei zeg maar alternatieve muziekstromen, niet de meest gangbare. En het voelt heel erg, en dat vind ik bij Roodburen ook altijd, als één familie. De mensen die daar zijn, dat is een hele gemoedelijke bepaald soort sfeer. En dat kun je bijna niet omschrijven, behalve als je er bent. En ik vind dat is echt een warm bad. Daar voel je je echt helemaal thuis. Ja, wat mij heel erg opvalt aan Roodburen en aan Jera, dat in Tilburg dan de stad kleurt om het festival heen. En het dorp hier kleurt ook echt om het festival heen. Heel sterk. Ja, zeker. Ja, het hele dorp is betrokken bij het festival. Alle mensen binnen die hier wonen zijn wel vrijwilliger. We hebben meer dan 1200 vrijwilligers. En iedereen is ook echt met het festival bezig en is er ook echt trots op. Dat is echt van ons, zeg maar. En iedereen zei weken van tevoren al, als ik bij de bakker kom, vraag ze van, en hoe gaat het? Zijn jullie al bezig? En je merkt nu ook tijdens het festival, iedereen, het is gewoon echt een dorpsfeest op internationaal niveau. Ja. Mooi, mooi gezegd, maar dat voel je ook. Nogmaals gezegd, ik ben hier voor het eerst. Roodburen is ook een hele hechte gemeenschap, waar mensen, het is een warm bad. En als, ik ben gewoon een newbie, een first-timer. En ik voel me hier helemaal thuis. En je komt in een warm bad binnen. Ik ben heel slechtziend, dus ik moet alles op gevoel doen. En wat ik hier voel is dat mensen hier echt samen zijn voor deze muziek, maar ook voor elkaar. En als je dan rondloopt, dan heb je echt zoiets. Hier is een community. Hier gebeurt iets wat maar weinig festivals hebben. Mensen komen hier niet alleen om een bandje te kijken, mensen komen hier echt voor het Jera-gevoel. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. Dus geen los zand in ieder geval? Nee, zeker niet. En ik kom natuurlijk oorspronkelijk uit Venray en altijd de kerkdorpen eromheen hadden natuurlijk altijd een heel eigen gevoel, hun eigen soos, dat soort dingen. En het is hier of je gewoon in een geweldige mooie dorpsoos bent. Op wereldniveau. Ja, geweldig. Roodburen komt vanaf een website. De basis is ooit een website geweest. En uit de website is het festival voortgekomen. Ja, jullie zijn van een jeugdsoos afgekomen. Bij het jongerencentrum worden altijd activiteiten georganiseerd. Er kwamen altijd bandjes en Jera had altijd al alternatieve bands. Van metal, punk. En van daaruit hebben we ook een... wilden we ook een festival organiseren, zoals bij Dynamo en zo, zoals we dat zagen. Denk, dat willen we zelf ook. En daar is het mee begonnen. En uiteindelijk zijn we doorgegroeid tot wat we nu zijn. Het is wel bijzonder, want je had al bepaalde jongerencentra en dan had je gewoon dat bepaalde soort muziek. En het was ook wel vaak wat alternatiever.
En dan wat je dus van de verrij met dinges vroeger. Dat had ook gewoon altijd een bepaalde naam. En de Biohazard bijvoorbeeld, die bij ons staan dit jaar, die hebben gewoon in dinges in verrij gespeeld in het jongerencentrum. Dat soort cultuur, dat willen wij nog steeds uitdragen. En dat voelt ook, daar zijn we ook trots op. Dat zegt, daar liggen mijn roots in dinges. Ja. Voorheen freewheelen en daarna dinges. En ik heb daar in de jaren 80 mijn eerste bands geprogrammeerd. Daar liggen mijn roots als programmeur. En dat ooit tot Roodburn is, dat Roodburn daaruit voortgekomen is, heb ik destijds nooit kunnen bedenken. Maar dat gevoel wat Sjoerd omschrijft, dat is waar ik denk zowel voor Sjoerd en als voor mij onze liefde vandaan komt. Van in het jongerencentrum de dingen mogen doen, zoals dat vroeger nog, toen was dat mag. Toen was dat, ja. Ik kan helemaal onderschrijven, dat is precies dat gevoel. Ik stond net nog met wat mensen te praten en zei van, doe je er nou echt helemaal voor niks? En ik zei, ja, het is niet voor niks. Ik zei, want anders had ik jullie allemaal niet gekend. En dat vind ik gewoon super mooi, daar krijg je wel van terug. Want ja, dat heeft mijn leven gewoon heel erg verrijkt. En ik denk dat van Walter ook. Dat is echt gewoon, daar kan geen geld tegenop, zeg maar. Nee, dat is onbetaalbaar. Het gevoel wat je krijgt door met mensen zoiets als dit te mogen organiseren, dat is zo'n mooi gevoel. En daar kun je geen prijskaartje aan hangen. Dit is het samen dit doen, met z'n allen de schouders eronder zetten. En iets zo'n muziekfestival op poten zetten, wat dan ook nog zowel voor Jera als voor Roodburen geldt, dat wereldwijd bekend is. Dat bedenk je niet van tevoren. Je gaat niet zitten met een paar mensen in een jongerencentrum. Dit gaan we doen, dit gebeurt je, dit overkomt je. En dat is gewoon dat gevoel is niet te omschrijven. Maar qua organisatie, voor jullie is het 30 of ietsje langer geleden de eerste editie. Voor jullie is het 1999 volgens mij de eerste. Is behoorlijk wat veranderd in die tijd voor mensen die festivals programmeren. Ja, het is niet meer zo makkelijk als het was. Na COVID heeft de muziekindustrie een grote klap gekregen. Inflatie, geopolitiek, het is echt heel moeilijk. En ja, Roodburen heeft ongeveer 5000 mensen, is toch wel kleiner qua schaal dan Jera. Maar als ik hier rondloop en ik zie welke bands er staan, dan kan ik kan me daar iets bij voorstellen dat het ook voor Sjoerd en Thijs en alle vrijwilligers heel, heel hard werken is om zo'n mooi festival op dit moment voor elkaar te krijgen. Ja, dat klopt. Het is inderdaad. En precies wat Walter zegt, alles is ontzettend duur geworden. Dus daar moet je eigenlijk in mee, maar daardoor zijn de risico's dus ook alleen maar groter. En je merkt dus gewoon inderdaad, het is niet meer gewoon voor de lol, voor de hobby een bandje programmeren, een feestje organiseren. Nee, het is gewoon eigenlijk gewoon zeg maar een dagtaak en dat gaat maar door. Maar ja, goed, heel simpel. Het is ook omdat we het zo leuk vinden, daarom kan dat. Er is heel veel concurrentie je moet elk jaar een goed programma neerzetten, wat elk jaar eigenlijk dus inderdaad meer geld kost. De eisen zijn allemaal wat zwaarder geworden, de materialen zijn allemaal duurder geworden, het personeel is allemaal schaarser, dus ook duurder geworden. Dus je hele productie gaat met miljoenen omhoog. En daar zit dus ook een risico in als je om wat voor reden dan ook een keer geen mensen of minder mensen hebt. En je hebt dus geen goede buffer opgebouwd, dan is het risico dat je omkiept. En gelukkig kunnen wij dus inderdaad varen op een stabiele organisatie, net zoals Roodburn dat ook kan. Maar je ziet dus ook wel festivals die daar wat moeilijker in hebben en die dan toch omvallen. Maar jullie hebben dit jaar nog wel redelijk genoeg kaartjes verkocht, dacht ik, als ik hier de laatste twee dagen al rondkijk. Absoluut, we hebben wij zijn heel erg tevreden. We hebben record editie qua bezoekers. Het is jubileum, het is prachtig weer. Ja. Ik heb niks om over te klagen. Ik ben ontzettend tevreden. Ja. Jullie zijn het eerste openluchtfestival dit jaar volgens mij die geen karren met stro, hooi en houtsnippers nodig hebben gehad. Ja, het is inderdaad, kijk, je kunt alles regelen behalve het weer. Dat kan dus tegenzitten. Maar we moeten zeggen, na twee jaar op rij, waar we ook wel echt heel erg regen hebben gehad, vooral op donderdag, zijn we nu heel eerlijk blij dat het gelukkig mooi weer is. En,
ja, dat doet wel heel erg veel voor de sfeer en ook in de organisatie hoor. We zitten er heel relaxed bij, omdat we dat soort zorgen niet hebben. Ja, dat is bij jullie niet zo'n groot probleem, denk ik. Hè? Nou, we hebben weliswaar een indoor festival, maar het is natuurlijk een stadsfestival, ja, ja. Roodburen. En dit jaar was het een week voor Roodburen heel zonnig in april, 3-24 graden. Tijdens Roodburen was het gewoon 12-13 graden. En dat doet toch iets met de sfeer. En je loopt vandaag hier op Jera rond. Er werd gezegd het zou 21 graden worden. Nou, ik denk dat het wel 25 graden was. En je merkt het meteen aan de sfeer die er heerst. Mensen zijn gelukkig, dat zie je. Dat doet het weer. En als mensen gelukkig zijn, dat merk je bands, krijg je goede optredens. En dat is die wisselwerking tussen bands, publiek, het weer, de organisatie, het terrein. En ja, dat is gewoon onbeschrijfelijk. Ja, dat doen we er toch allemaal voor. Ja. Maar jij hebt hier vanavond gedisjockeyd, Walter, op een manier waarop wij jou nog niet kennen. Ja, gewoon, ik vind het een eer dat ik mag draaien op Jera. Gewoon wat jaren 80 disco en andere dingen. Het is meer als een... Ik ben sinds 2 jaar heel slechtziend. Ik kan eigenlijk niet meer DJ'en. Ik heb dat 30 jaar op heel veel plekken gedaan. Eigenlijk in heel Europa. En dat kan ik niet meer. Dus ik doe het nu samen met een vriend. En dan doen we voor de lol wat leuke dingen. En dat sloeg aan. En ja, Sjoerd heeft me die kans gegeven. En dan kan ik toch zeggen dat ik als Venraai, uit Venraai afkomstige jongen toch hier ook op Jera heb gestaan. Ja, ja, het is... vind ik mooi. Dat vind ik was leuk. Wij hebben gedanst. Ja. Hij heeft het gezien, denk ik. Ja. Ja, ik heb een klein stukje kunnen kijken van achteren. En ik heb gelukkig het geluk gehad om ze vaker te mogen zien op andere feestjes. En het is echt altijd feest. Er wordt altijd gedanst. Maar niet uit hoe laat het is. Gelijk de Polonaise gaat aan. Mensen staan te swingen. Ja, dat vind ik fantastisch. En ook daar weer, als de mensen plezier hebben, dat is een wisselwerking. Ja, ik kom in Utrecht op Le Kershoe ieder jaar, op Roodburn, op Rewild. Daar kom ik altijd heel veel bekenden tegen. Hier bijna niemand. En ik ben hier 25 kilometer van thuis. Ja, dat klopt. Ja, dat is. Ja, dit is ook wel weer bijzonder, zeg maar. Dat de hele wereld is hier. Er zijn meer dan 40 landen, nationaliteiten, zeg maar, vertegenwoordigd. De helft van het publiek is nog steeds gewoon Nederlands. Maar het komt echt van overal vandaan. En dat is natuurlijk omdat het bepaalde niche muziek is. Die mensen zijn allemaal hier. En het gekke is, zeg maar, dat zijn nu dus ook dus je vrienden en je familie. En die mensen zijn er allemaal elk jaar weer. En dat vind ik ook mooi. En ook mensen uit Engeland die we goed kennen komen elk jaar. Dat zijn onze vrienden geworden die al 10 jaar hier komen. Mensen uit Frankrijk. En dat is dan je buurt en je regio. En, dat maakt het ook wel heel erg tof, heel erg leuk. Als je hier rondloopt in je eentje ook, je hebt binnen nooit aan nieuwe vrienden. Dus het hoeft niet per se, zeg maar, hier om de hoek vandaan te komen. Dat merk je eigenlijk helemaal niet eens. Maar het is wel zo. Ja. Maar ik bedoel ook radiomakers, pers en zo, die ik op alle andere festivals zie, die zie ik hier niet. Nee, maar misschien is dat toch inderdaad omdat we net wat alternatievere muziek maken. Dat mensen dan toch misschien denken van, ja, ik ken het niet helemaal of ik durf het niet helemaal aan. Maar als ze er helemaal zijn, dan is eigenlijk bijna altijd wel iedereen met helemaal verliefd. Ja, precies. Ja. Ja, dat kun jij wel beamen. Ja, het is ook niet altijd nodig dat iedereen er is. Namelijk het publiek en de band zijn er. Ja. Daar gaat het om. Het is leuk, heel veel mensen uit de industrie die op je festival komen. Maar ja, die komen overal en die gaan elke week wel ergens heen. De mensen die hier nu zijn, daar is het echt heel speciaal voor. Die kijken daarnaar uit, die sparen ervoor en die dompelen zich onder. Ja, ik vind het gewoon mooi. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja, wij ook. We hebben een fantastisch weekend tot nu toe. De heer Tanja en ik. Helemaal fantastisch. En dit doen we dus voor Omroep Venraai. Dus ik hoop dat iedereen het kan zien. Ja. Zo, en laten we afspreken dat we hier volgend jaar gewoon weer zitten. Ik zit er een mooie afspraak. Ja, laten we dat doen. En ik ben ook onbevredigd, maar ik ging mijn boek wel spannend. Mooi. Oké, mooie afsluiting. Dankjewel. 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 Walter, dankjewel. Nou oké, daar zijn we weer voor de derde dag hier on air. Met z'n vieren deze keer. Eentje voor het gebed richting de weergoden, want het
donkere luchten trekken zich samen boven IJsselstein. Hopen dat het goed gaat vanavond. Nou, gisteren hebben we hem niet afgesloten. Je kon net een interview horen met twee coryfeeën van de Nederlandse festivalwereld. Ja, Short hier van het Jero en Air Festival en Walter Hoeymakers van het Roodburn Festival in Tilburg. Eerder die dag nog hoogtepunten, Sum 41 natuurlijk. Een optreden uit de laatste tour en wat zeggen we nog meer, Brutus gisteravond, Lionheart, helemaal fantastisch ook. En Dropkick Murphys, die deden nog een schepje bovenop dat Electric Callboy van de dag daarvoor. Ja, Wil, derde dag. Een beetje de samenwerking met Omroep Venlo. Ja, jullie hebben een speciaal programma met deze soort muziek. Wat maakt jullie programma zo speciaal dan? Ja, Lucerse ballen. Ja, dit is geen hapklare brokken. Dit is experimentele muziek vooral. Maar ook iets meer richting punk, metal. Ja, zelfs hip-hop. Zoals hip-hop dingen die ook heen stonden. R&B, moderne R&B. Klassiek, ja, experimenteel ook. Geluidsexperimenten. Maar Wil, als expert ziende, dan kan ik ook die vraag wel stellen. Hoeveel festivals van dit formaat zien er in de regio, buiten de regio, in Nederland, België, Duitsland? Ja, ik denk dat het enige wat er een beetje mee te vergelijken is, is denk ik Roodburn in Tilburg. Georganiseerd door Walter, die straks in het programma te huren werd. Dus begonnen als een soort stone rock festival. Kwam Veurtoed een website wat ze over heavy muziek maakte. Maar het festival wat steeds meer odenbreid is, ook richting hip-hop en zo. Maar als in einde hoek blijft zitten, dan overleeft die festival het niet. Nee, dat zullen we in deze mooie reportage dadelijk ook gaan merken. We hebben ook gesproken met mensen die 30 jaar geleden erbij waren betrokken toen de eerste festival hier in IJsselstein plaatsvond. En die hadden dit nooit verwacht dat dit zo groot zou worden. We gaan zo meteen nog verder, want er staan nog wel wat leuke dingen op het programma. Hè? Ja, absoluut. Architects, afsluiter vanavond. Ja, verheug ik me heel erg op. Stiekem ook op George Baker. Maar de rest heb ik even niet helemaal paraat. Het wil allemaal toch een beetje mainstream echtig en zo. En ik ben toch vooral geïnteresseerd in de scherpe randjes van allemaal die dingen. Vandaar dat ik ook met ook mij werk op dit festival. Heel leuk om dat eens een keer samen te doen en het ook van de andere kant te bewonderen. Dankjewel. Let's go! Jero On Air, Patrick Marcellus en Roel Linders. Ja, moet ik zeggen, mensen van het eerste uur, want jullie kunnen anekdoten vertellen. Tot IJs en Schermers toe vanaf vandaag. Dat is gek op een stukje, maar eigenlijk is dat wel de basis geweest van Jero On Air. Patrick, je was net een leuk verhaal te vertellen uit 1993, maar eigenlijk is alles begonnen in 1992, hè? Ja, dat klopt. Dat was de eerste keer dat we buiten waren. Eigenlijk is die 1994 begonnen, dat zou je het allereerste jaar worden. Maar de gemeente, ja, die was er niet meer eens, wij buiten wat we doen, dus wij moesten naar binnen. En dat was geen open air, maar dat was hier het shit gemeente Venray Festival.
eigenlijk een beetje een fout naam, want later nog, ja, we hebben een geweldig goede band met de gemeente Venray en die helpen ons gigantisch goed. Dus ja, die naam is niet meer voor toepassing. Ja. Roel, ja, je was toen natuurlijk ook al discjockey in hier, hè? Zeker, ja. Pletjes draaien. Toen al, en nu 30 jaar later, stond ik nog steeds pletjes te draaien op Jera On Air. Ja, hoe hadden jullie toen gedacht in begin 90 dat zoiets 30 jaar later, eigenlijk iets meer dan 30 jaar later, dit ijsteen op de kaart zet in de wereld? Ja, nee, helemaal niet. Ik bedoel, toen waren we al blij dat we de Heideroosjes konden laten komen. Dat was voor ze eigenlijk een topact. En als je toen tegen ons had gezeten van Sum 41 staat hier op het podium en gaat per dag 15.000 man. Daar hadden we jammer gedacht dat ze te veel gekke dingen gerokt hadden, maar nee, dat hadden we nooit kunnen verwachten. Ja, kijk, in de Vastlandse is het altijd ijs met de optocht, de grootste wagen. Maar nu hebben we toch wel het grootste festival. Roel, wat zeg je dan als grootste mooie moment van 30 jaar? Dat is denk ik een hele moeilijke vraag. Maar als ik dat naar High Vogels noem, dan denk jij, oh ja, eierbakken? Ja, High Vogels, eierbakken. Ja, toen begon ze met het briljante idee, er moet een camping komen. Want mensen zijn, wij willen blijven overnachten. Ja, we dachten, we kunnen die mensen smerig toch niet met een lege maag naar een festival laten gaan. Dus kwam hij volgens eraan. Ik zorg wel voor het ontbijt. En ja, het ook gedaan. Schotelbrooi bij een paar rotjes eieren, een paar snijden mik en de campinggasten gaan eten. Een ontbijt. Ik weet niet of het eerste jaar of tweede jaar dat de camping was. Daar hebben wij inderdaad met een grote pan eieren staan te bakken. Smerig vroeg om een uur of 9:30. Eieren in de pan. Die lucht die trok zich rond en dan zagen die mensen allemaal in de tent komen. Nou, dat was echt fantastisch. Maar ja, ze dat nou doen, dan zitten twee dagen bakken. Ja, ik zou het best nog wel een keer willen doen. Ze hebben me niet meer gevraagd. Ik vergeet nooit meer de eerste keer dat we eieren bakken waren. We hadden een hele grote pan geregeld. Heel dikke, mooie, dat bakte fantastisch. Dus ja, die mensen waren al mooi in de tijd. Op een gegeven moment stond er een jonge Griet. Die was een beetje rond aan het dansen en springen. Ik zeg, wil ook een eiken? Ja, ze dat wil ik wel, maar niet uit die pan, zet ze. Ja, hoezo dat dan? Ja, zet ze, daar. Ik ben vegetarisch en het spek ingeleverd. Ik zeg, we hebben speciaal voor de vegetarisch hebben we er een pan bij geregeld. En ik heb die pan gepakt, eiken erin, voor de meisje gebakken. Het was helemaal lyrisch. Er was net Facebook was in. En ze had later op Facebook gezet. Met een foto van mij erbij. My hero of the day. Vergeet doen, maar geweldig. Ja, Patrick, dat is eigenlijk wel echt die story dan, hè? Ja, zeker. Ik bedoel, ja, dat zijn de mooie verhalen. Hè. Het is fantastisch als je het nou ziet. Het is super strak geregeld. Maar sommige charmes, ja, wat toen kei mooi was, het gaat nou ook gewoon niet meer. En dat is ook niet erg. Maar dat zijn wel geweldige dingen om terug te kunnen kijken. Maar als we dan meer dan 30 jaar terug gaan, het is eigenlijk gewoon om in een kleine vierwielige wagen begonnen. Als podium. Ja, een paar wagens hadden we tegenin gezet. De vloer van het Smijlhof erop erin. Een paar steigerbuizen, oranje dekzeilen en dat was het. En dan denk je dat je mooi voor elkaar gaat. Totdat er een band komt die zegt van, ja maar jongens, wat doen jullie als het gaat regenen? En ik kijk naar boven, het gaat prachtig mooi in blauwe lucht. Ik denk, jullie bent niet wies, het gaat toch niet regenen? Ja nee, zegt hij, maar ja, het kan wel altijd een keer gaan regenen. Hè. Wat doe je dan? En toen gingen we ons ook een beetje loeken open. En vanaf dat jaar hadden we ook wel een ja, meer professioneel podium. Alhoewel we zijn begonnen met wat manderstandjes. Dat was al best wel professioneel voor de Jera. Maar zo in de jaren zien we gegroeid. En nou, ja, nou hebben de podiums ja, die zie je bij Pinkpop en weet ik wel niet waar. Dus ja, het is fantastisch. Ze zijn helemaal weersbestendig. Net als hier de grote tent, Roel. Roel, er zijn natuurlijk altijd ups en downs geweest die jaren. Nou, sinds een aantal jaren op dit terrein, al vele jaren op het andere terrein. En de Deurns weggezeten. Zie je daar ook verschillen in? Ja, dankzij dit trein hadden we ruimte. Op dat trein bij de Deurnsweg zat ik gewoon van, ja, je werd langzaam ingepakt door de industrie. Terecht, want die moet er natuurlijk ook ruien. Dus je wist dat trein hadden in Brooklyn. En nu voor de komende jaren zitten ze gelukkig op dit trein. En ja, hier hadden we gewoon ruimte. En dat zie je ook aan de indeling van het trein. Het is gewoon net iets ruimer. Net iets net er neergezet. Mensen, de looprichting is niet beter. Ja, en ook qua geluid. Je zit elkaar met de tenten. Ja, je huurt wel overal geluid. Maar je zit met het geluid, het klinkt een beetje professioneel, niet elkaar in de weg. En dat scheelt heel veel.
Patrick, heb je ook nog mooie anekdotes of mooie hoogtepunten uit al die jaren? Of kijkt er echt uit naar deze editie die nu al op de zaterdag is? Maar met George Baker en een orgeljoker, dat is eigenlijk ook wel een mooi iets wat dan de laatste jaren omschrijft. Ja, zeker. Maar dat vind ik ook wel leuk, dat de jongens durven andere dingen te doen. Een paar jaar geleden hebben ze echt gekozen voor een bepaalde richting op aanrooien van. En ja, dat heeft fantastisch uitgepakt. Maar het is wel super mooi dat ze ook dingen doen, net als George Baker inderdaad. En vorig jaar oude Henk Wijngaard. En misschien het hoogtepunt voor mij. Het is maar een heel klein bandje eigenlijk. Moet ik opletten, dus krijg je ruzie met de jongens. Maar merken ze dat je wortelstem. En ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen uit IJsselstein super speciaal is. We hebben ook met de Cambrai dat we wel eens viertjes hebben gehouden. En al heel lucht geprobeerd wortelstem te kunnen laten komen. Maar ze wonen het niet. Maar ja, ik denk dat merken heel speciaal werd dat hier staan. Ja, dat zijn mooie anekdotes. Maar die naam heb ik ook al laten, zelf willen laten vallen. Maar dat ding wil je zelf. Ja, Roel, dat is toch wel iets wat ook IJsselstein op de kaart zet, wortelstem, hè? Ja. Ja, zeker. Dat weten heel veel mensen niet, maar de jongens die waren mij ook gewoon echt heel lang weg. En dat ze in de buurt van Keulen reden en zijn van, oh, we zien bijna thuis. Dat hebben de jongens ook metgemaakt. Dat weten heel veel mensen niet, maar die hebben echt best wel ver in Duitsland heel veel optredens gehad. Ja, dankjewel jongens en geniet ervan die mooie dagen die er gaan komen. En op naar de 31e editie, neem ik aan. Ja, zeker. Wij zien erbij in ieder geval. Goed zo, dankjewel. 30 jaar Heren on Air. Wat komt er dan in Dursting op? Dat ik er geen 30 jaar bij ben geweest. Het is eigenlijk de nieuwe generatie herenmedewerkers. En wij waren toen op tijd herenmedewerkers, maar we gingen allemaal werken. En de nieuwe generatie die woont tijdens de kermis een festival te maken. Wij waren er toch niet. Dus de jonge dochter, we maken de kans. We zetten een trailer buiten en we zetten een bandje op. En zo is het begonnen. En eigenlijk al die jaren hebben die jongen dat gewoon geregeld. Ik heb nooit zelf deel uitgemaakt van de organisatie. Ik heb het wel vanaf, denk ik, ergens 2000. Hier laten we jou gepresenteerd, dus de alle bands aangekondigd in alle terreinen. Samen met Roel heel veel muziek gedraaid, dan boven de ingang gestaan, op bruggen, op hoogwerkers, om de mensen welkom te hieten. Dus daar hebben we wel veel geweest. Absoluut wel mooi, ja. Ja, zeker. Nee, maar als ik nou uitkijk naar 30 jaar geleden en nou, had ik je dit durven dromen? Door die verhalen en werk daar te vergelijken? Ja, nou, ik was, omdat ik al vroeg naar werk ging, had ik altijd van alles uit het graaf zien. Als je iets kunt organiseren. Maar ik denk dat, en dat is een compliment aan die nieuwe generatie, die hadden toch net wat meer lef erbij. We zien net wat voorzichtiger erin opgevoed. En we hebben dat gewoon niet aangepakt. En ik had ook nooit gedacht dat het zo groot zou worden. Ik ben natuurlijk voor de jongens niks meer dan lof en respect dat ze dit eruit gestampt hebben. En als je nou kijkt aan die organisatie, ik ben nou aan de achtergrond een beetje betrokken bij het organiseren voor wat leveren van spullen voor dit brievenwerk, zal ik het niet noemen. En je ziet wat er allemaal gebeurt. Ja, dat is fantastisch. Echt. Dat kan niet anders zeggen dan dat. We kunnen mijn naam gooien, maar de desbetreffende persoon, daar werd heel goed ook wat die van Vanrooy betekent. En dat doet ook echt wat terug van Vanrooy. En de inwendige mensen is ook belangrijk. Ja, zeker weten. En het is gewoon een mooi als je lokaal ondernemerschap als je dan elkaar kunt verbinden. En voor ons een heel leuke quiz te doen. Dus daar ben ik de afgelopen 4 dagen heel druk met de quiz. En dan ook hier natuurlijk. Vanavond, de eerste nou is echt lekker bier te drinken, want dan kan je vanavond eindelijk met fietsnieuws. Als het niet gaat regenen tenminste, maar dus, het is wel een leuke editie denk ik. Ja, zeker weten. Willy, dankjewel voor uw reactie. Dat het internationaal is, dat is zo, maar ze komen van over de hele wereld. Maar ik heb hier mijn langs staan, die verstaat me ook, want die komt gewoon in België. Waar kom je vandaan? Ik kom van België. En wat maakt het Jozef speciaal om hier te komen? Bier. De muziek, de gezelligheid. Ook. Ja. En 4 dagen? Nee, 1 dag. Langer kan ik Nederlanders niet verdragen. Dan heb veel plezier. Dan, even op bezoek in IJsselstein namens de BMW. Ja, we zijn samen met Michiel, de burgemeester, en Martin en Erik, die waren er ook bij. We waren eigenlijk met het voltallige college hier bij de Heren on Air om een rondleiding te krijgen van Willy. En we zijn nu aan het eind. Ja, Willy, een rondleiding over het trein. Ik ben hier al bij Willy, Patrick en Roel geweest. De biertent, de biergarten. Maar er is toch veel meer, hè? Ja, er is nog veel meer. Ja, die hebben we toevallig geskipt, de biergarten, in verband met tijd. Maar we hebben de vrijwilligerstent zien we samen even geweest. Vonden we heel belangrijk, want zonder vrijwilligers geen Heren on Air. Maar we hebben backstage gestaan, een paar hele mooie bands gezien. Echt
Ja, het was even noodweer, dus Michiel ging vooral los op, wat was het, Vamos a la Playa, wat voor muziek was het op een gegeven moment. Maar daarna kwam er een hele harde band, dus nee, er is heel veel te zien hier. Ja. Michiel, in een paar woorden, had je dit ooit meegemaakt in Texel? Nee, kijk, er zijn er wel festivals, maar zo'n groot festival waar over een paar dagen 30.000 man op afkomen, met 1300 vrijwilligers, dat is echt uniek. Dat heb ik nooit eerder meegemaakt. Heel leuk om te zien. Jullie horen aan mij dat ik nog steeds niet het fanhuis spreek, maar ik kan het gelukkig wel verstaan als de mensen die het tegen elkaar zeggen. Heel groot compliment voor IJsselstein. Willy, ja, het is nog even noodweer, maar daarover gesproken, die twee grootste tenten, die zien we eigenlijk veiligste nou, hè? Ja, ja, op dit moment heb ik hem uit, maar in principe staan we via het portofoonverkeer met z'n allen met elkaar in verbinding. Er is voortdurende de dag een aantal keer veiligheidsoverleg. En dan wordt er eigenlijk gewoon gezeten wat we moeten doen. En inderdaad, op dit moment wordt er gezeten in de tenten. Het staat in ieder geval veilig. Dus het publiek zal nou weer gevraagd worden om de tenten in te gaan, inderdaad. Maar ja, over veiligheid, dan heb je natuurlijk ook een kort lijntje met Michiel. Of toch niet? Ja, zeker. Ja, Gijs en Willem zien er bij ons voornamelijk verantwoordelijk veel. Maar het lijntje met Michiel is kort. En ja, goed, uiteindelijk is hij ook eindverantwoordelijk als burgervader van Venray. Dus het is goed dat hij het nou zelf ziet en dat we dat goed onder controle hebben met z'n allen. En Michiel, als je dit nou ervaart, mogen ze dat volgend jaar het weer organiseren? Zeker. Kijk, dit jaar van Jera wordt eerst een extra dag gekregen tot de zondag. En ze hebben de vergunning voor de komende 10 jaar van de gemeente gekregen. Dus volgend jaar komt dat vast weer goed. Maar ik heb vanaf het eerste moment dat ik hier rondloop, als het gaat over de sfeer, over de organisatie, over de maatregelen voor de veiligheid. Ja, dat ziet er gewoon heel goed uit. Dan... Ja, groot worden, ijs en een bier drinken. Kunnen we daar nog wat van herinneren of, toch niet? Bier drinken in IJsselstein? Ja, hier on air groot worden. De kermis hier on air, dat mooie festival, dat pleintje. Of toch niet? Nee, dit is al, ik heb begrepen, hier on air is in 92 begonnen hier. En het is alleen maar groter geworden, alleen maar professioneler geworden. Ik heb 10 jaar geleden heb ik hier ook vrijwilliger gespeeld. Maar als je ziet... Wat er in de 10 jaar alweer gebeurd is, ja, dat is fantastisch om te zien. Het stut als een huis. Mooi, dat is die mooie complimenten, Willy. Succes verder. Mensen, sorry. Serieus, en dat meen ik echt. Jos Beker zou dus nu spelen. Wacht nou. Ik zie je. Dit lieg ik niet. Hij heeft zich vergist in de dag, hij komt morgen. Ongelogen waar. Sorry. Niet boos weglopen. Echt, dan ben ik echt serieus. 4:15 morgen hier, serieus. Sorry, wacht, ik maak het goed. Wacht even. No, I don't want to go back there. I don't want to go back there. I belong here. Your boyfriend, your girlfriend,
your husband or your wife. And for the next 3 minutes, I want to see this entire mosh pit slow dance. I want you to turn this dance floor into a ballroom. Grab a friend and let's go. I'm all Dit was dag 3 en morgen dan gaan we nog verder met de mooie dag 4 van Jere On Air. En Jere On Air zal Jere On Air niet zijn, maar dan zal het weer gezellig zijn hier in IJsselstein. En dan wel met George Baker en met Orgel Joke. Veel plezier nog en tot morgen. Ja, inderdaad. Je ziet het vierde dag Jere On Air. En wij zitten er nog heel fris bij. Zoals je ziet. Deze keer zijn we met z'n vieren, Geert, Marco en Tan en ondergetekende. Maar gisteravond hadden we de dag nog niet afgesloten met de hoogtepunten van gisteren. Ik denk Biohazard, denk ik voor iedereen. Ja, absoluut. Ja, ik was er gisteren niet geweest. Dan Frank Carter en de Rattlesnakes, dat was echt een feest hier in de grote tent. Ja. Inclusief het gemengd koor IJsselstein en omstreken. Echt waanzinnig. Iedereen kent gewoon die teksten van buiten en zo. Ook als Sum 41, wat ik al zei van de dag. Ja, Sum 41 was echt vet. Ja, toen echt, die Into Deep inzette, nou, het publiek ging bijna net zo hard als de band. Ja, super. Ja, sfeervol is het in ieder geval absoluut. En dan de afsluiter gisteren. Architects. Heel bombastisch. Ja, bombastisch. Een schitterende bühneopbouw eigenlijk. Een beetje jailhouse rock, hè, met allemaal die vakjes. En jawel. En we kijken vooruit naar vandaag, straks. En natuurlijk Amun-Ra. Ja, mijn hoogtepunt van het festival, denk ik wel. Mijn dus absolute hoogtepunt is gewoon de Prodigy. Die staan vanavond door, uur of 10 of zo. Half 10 tot 11 uur. Ja, daar gaan we uiteraard ook bij zijn. Het is het 30-jarige jubileum van Jere On Air. Mijn eerste keer in ieder geval, de vierde dag. Dus ik ben wel even benieuwd hoe mensen erop terugkijken op deze editie. Gaan we even rondlopen, denk ik. Ja, ik sta hier langs twee crewmembers. Ik weet even jullie naam niet. Wat is je naam? Patrick en Marieke. Patrick en Marieke, ja. Vier dagen hier on air. 30 jaar inmiddels, 30ste keer. Hoe kijken jullie terug op dit evenement? Ja, mooi. Groot geworden tegenover 30 jaar geleden. Ja, want weet je nog hoe het begon? Ja. Was je erbij? Daar zijn we bij geweest, ja. Op een platte kaart. Jij toen maar. In het dorp. In het dorp. En wat is op dit moment jouw hoogtepunt dan van deze editie, als ik vragen mag? Ja, altijd gewoon goed georganiseerd en voor de liefhebbers natuurlijk een mooie band. Ja, dus heel mooi om met het evenement mee te werken en ook lekker om te genieten van alle optredens die er zijn. Ja, precies, ja. Voor ons in de achtertuin, dus ook wel wat overlast, maar ja, dat hoort erbij, hè. Ja, precies. Nu had ik ook begrepen dat er ergens aan het einde nog een beetje een vuurwerkshow zou komen. Is dat meer om het 30-jarige jubileum te vieren? Of weten jullie daar iets meer van? Nee, dat zou ik niet weten. Nee, daar weten we niks van. Oh, daar moeten we nog meer achter gaan komen. Dat komt helemaal goed. Maar in ieder geval, dankjewel. En geniet er nog even van deze uren. Doen we. Dankjewel. Bye.
prijzen moet worden, dat wel. Vooral van turn to the left, turn to the right. We gaan het nog één keer doen. Naast de politie, zoals ik net al zei, ja, EHBO is ook niet heel onbelangrijk op zo'n evenement. Ik sta hier langs Sascha en langs Peter. Peter, om met jou te beginnen, hoe is het voor jou deze dagen gegaan? Ja, het is een geweldig evenement. Heel veel mensen ontmoeten hier. Heel gemoedelijke sfeer. En voor ons als EHBO een heel fijn evenement om mee te mogen maken. Wat kleine dingen mee mogen maken van wat hechtwondjes. Mensen die wat kneuzingen hebben. Veel mensen die komen van Paracetamol omdat ze toch wat door de oneffenheden wat pijn ervaren. Ook in de pitbox waar soms een knietje of een elleboogje geraakt wordt in het hoofd. Die zien we bij ons voor te koelen en de pijnstilling te geven. Dus ja, leuk evenement om mee te maken. Ja, is dat ook ten opzichte van vorig jaar dan meer of minder geworden qua aantal gevallen? We zitten ongeveer op hetzelfde aantal ten opzichte van voorgaande jaren. Ja. Oké, okay, dus dat is verder geen exponentiële groei of dat er ineens een heel bijzonder geval is, een hele bijzondere situatie. Nee, het is hetzelfde aantal, hetzelfde beeld als wat we de voorgaande jaren gezien hebben. Nou, dat is in ieder geval misschien al een goed teken, denk ik. Persoonlijk, ligt het festival een beetje jullie? Of, Ik vind het festival bevalt me heel goed. Ik vind de muziekkeuze niet altijd mijn stijl. Maar alleen de weg dat ik ontzettend kan genieten om hier op dit evenement te zijn. Met de gemoedelijke sfeer die er is, de mensen die ontzettend aardig, lief zijn, behulpzaam zijn. Ja, ik vind het een geweldig evenement en chapeau voor de mensen die het opgezet hebben. Ja, zeker. En voor jou? Voor mij eigenlijk hetzelfde. Ik luister wel een klein beetje naar de muziek, dus ik ben een kleine fan. Maar ik vind het heel mooi, ja. Verwachten jullie nog, misschien nog in de laatste uren van deze dag nog gekke dingen nog? Of qua gevallen? Of hoe zien jullie nou naar die laatste uren? Ik ga ervan uit dat wij deze dag mooi rustig af kunnen sluiten. Er zijn vandaag wat minder mensen op het evenement dan de afgelopen dagen. Ik ga vanuit dat we het vandaag rustig af kunnen sluiten en een mooie afsluiting van het Year on Air 24 kunnen maken. Ja, goed, in ieder geval veel plezier en succes vandaag met jullie werkzaamheden. Dankjewel. Het festival kan voor jong en oud zijn. Dat is me bewezen bij deze vier jonge mannen. Wat is jouw naam? Mats.
Sven, Tren, Cas. En we valt het een beetje? Ja, echt leuk. Ja, wat is een beetje op dit moment de hoogtepunt van de dag qua optredens? Marioke? Jazeker. Die nu bezig is? Ja. Best ooit. Ja, waarom? Ja, gewoon hoe ze het doet en alles. De muziek er een beetje bij, hoor, dat past jullie wel. En gooit je in één keer die hardcore stijl erop, ja. Is toch mooi? En zo zijn jullie eerste keer trouwens op een festival? Ja, voor mij wel. Voor mij niet. Dit is mijn derde keer. Okay. Ja, ik ben hier al iets vaker geweest. En jij? Dit is ook mijn derde keer. Jeetje, ja inderdaad. We hebben een beetje al ervaring met Jeren. Maar vinden jullie al, hebben jullie al wat verschillen gemerkt ten opzichte van de andere edities? Want het is natuurlijk 30 jaar bestaan, hè? Ja, nu gaan ze ook steeds meer nieuwe dingen doen dan eerst. Want eerst hadden ze gewoon een houten tent en nu hebben ze een grote tent neergezet. Ja, dus er zijn toch wel wat verschillen erin. Ja, het is aan één kant steeds groter eigenlijk. En maak je het vandaag laat of? Ja, dat weet ik niet, maar we hebben morgen gewoon nog school. Dan morgen is dan weer maandag, hè? Ja, ik hoop het wel. Ja. Maar goed, geniet er in ieder geval nog van jongens. En dan, succes en veel plezier. Ja, dank je. Hoi. Yo. Crowdsurfen. Wie? We gaan maar crowdsurfen. Crowdsurfen, ja, succes. Yo. Ja, toch leuk, hè? Ja, ongelooflijk. Jong en oud, zoals we al zeiden. Ja, de vierde editie van Jere On Air, ja, die zit erop in ieder geval. Tenminste, voor mij is het een cool dagje. Maar in ieder geval veel mogen meemaken en veel mogen zien. Sta je goed voor de poort, de uitgang. En misschien dat we volgend jaar weer terugkomen. Wie zal het zeggen? Als het in de smaak valt, dan zijn we hier volgend jaar weer. En dan goed, tot dan. Doei! Nou, we hebben vier prachtige dagen hier gehad. Fantastisch. Ja. Ik denk fantastisch succes ook wel voor de organisatie van het 30ste Jera On Air. Ja, toch wel echt wel toffe indrukken mogen maken. Dus met medewerking natuurlijk van de organisatie. Ja, super bedankt daarvoor. Jera On Air, je kon het allemaal zien en horen het afgelopen uurtje. Wij hopen dat we de sfeer van Jera op een goede manier hebben kunnen vangen om hier op de buis te brengen. Natuurlijk met de camera van Geert en duiding en commentaar van Tanja en mij. Een heel mooi en sympathiek festival dat Sjoerd, Thijs en hun team hier ieder jaar weten neer te zetten. En waar jij misschien ook al bij moet zijn volgend jaar. En niet te vergeten, we hebben een interview opgenomen met Colin van Amenra. Dat staat vanaf 30 juni op The Mayhem. En dat is een programma wat te vinden is in het podcastplatform van Omroep Venlo. Dus vanaf 30 juni met ook nog muziek van Amenra natuurlijk. Enzovoort. En voor iemand die Amenra niet kent, is het zeker een aanrader om een keer naar te luisteren of te kijken. Ja, dat moet dan wel nog bij zeggen, The Prodigy. Voor de eerste keer weer gezien zonder Keith.
Ja. Was echt super omgezet hadden op de bühne met roulette-verlichting, met het hoofd van, ja, ja, de van Kiet erbij. En ja, dat was mooi. Gewoon party. Dat was echt, ja, ja, echt geweldig. Echt super. Ja, volgend jaar weer. Ja, zeker weten. Nou, iedereen bedankt voor het kijken en luisteren naar ons verslag van Jera On Air 2024.